Aan de Laan van Mertensum in Breda is iets bijzonders aan de hand. Sinds de komst van de pasgeboren Destiny bestaat de familie Huigenvoort namelijk uit 5 generaties vrouwen. Moeder Joanna van 16, oma Patricia van 35, overgrootmoeder Nel van 58 en bedovergrootmoeder Riet van 77 zijn allemaal erg blij met de gezonde, maar iets wat kleine Destiny. En wat zeiden ze in het ziekenhuis dan? In het ziekenhuis vonden ze het geweldig. En toen zeiden ze ook van ja, dat hoor je niet vaak. We hebben ook verteld dat het een 5e generatie is. En daar reageerden ze eigenlijk allemaal wel positief op. Ja. En wat zeiden ze nog iets over hoe vaak dat voorkwam? Of? Nee, ze zeiden alleen dat het heel zelden voorkwam. Ja. En ook 5 vrouwen, hè? Dan. Ja. Ja, dat is Bent u allemaal nog getrouwd met dezelfde vader? Ja. Alle aandacht is toch nog een beetje veel voor de nieuweling. Daarom doet de kleine Destiny haar oogjes nog even dicht. En nu is het wachten op de 6e generatie.